Dag dames en heren, ik ben Evert ten Apel en Jury zit naast me. Ja Evert, en laten we hopen op een mooie wedstrijd. Er hangt een lekker sfeertje hier in het stadion en iedereen heeft inmiddels gezien dat Ajax heeft afgetrapt. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Als we kijken naar de formatie, dan zien we dat er is gekozen voor 4-5-1. Dat ziet er toch wel heel erg verdedigend uit. Ja, maar kijk, het zit er maar net in hoe die buitenste middenvelders het invullen. Gaan die heel erg mee verdedigen of richten zich meer op de aanval? Nou ja, dat is even afwachten. Met deze formatie stapt Feyenoord het veld op. Deze trainer heeft gekozen voor een 4-3-3 systeem. Vind je dat opvallend? Nee, op zich niet. Kijk, het is een systeem dat veel wordt gehanteerd in het moderne voetbal. Ik ben vooral benieuwd naar de buitenspelers en of zij hun man voorbij kunnen komen. En natuurlijk wie de slag op het middenveld wint. De Jong. Nicolas Tagliafico. De Jong. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Vilena. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij weet die paas te onderscheppen. Stuurt de hele achterhoede het bos in. Zo, daar hebben ze even buiten de flitsende reacties van die keeper gerekend. Prima gereageerd. Ja, hij blijft rustig in dat 1-tegen-1 duel. En komt goed. Daley Blind. De bal gaat naast. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Komt hier een kans aan. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Dolberg. Van der Heijden. Sint Juste. Hij verliest de bal. Dusan Tadic. Voorzet richting de eerste paal. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Feyenoord krijgt een hoekschop. Korte corner. Hij gebruikt daar prima zijn lichaam om de bal bij zich te houden. Steven Berghuis. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Schietkans van dichtbij. De keeper grijpt in. Doelpunt, de 0-0 is van het bord. En kijk, kus, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Bessie. Nicolai Jurgensen. Vilena. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Vrije trap. Die paas wordt onderschept. Vilena.
Klaasie. Ze gunnen de tegenstander geen moment rust en dat wordt beloond met balbezit. Dit is een grote kans hoor. Nou, dat doet de keeper heel goed, Jury. In zo'n situatie wordt je als keeper vaak omspeeld. Maar deze keer zat de keeper er goed bij. Ja, hij pakt hem gewoon de bal van de voeten weg. Sam Larsson. Persie. Loep, zuivere paas. Komt goed aan. Hij verliest de bal. Onderwaard voor Ajax in deze vaderlandse klassieker. De Amsterdammers lijken met een goede uitgangspositie aan de thee te kunnen zo. Er is nog niks verloren voor Feyenoord. Ze zullen na rust toch uit een ander vaatje moeten tappen, Evert. Ik verwacht dat ze hoog druk zullen zetten om zo tot kansen te komen. Ja, dat zullen ze wel geconcentreerd moeten doen, want Ajax die zal wel moeilijk te counteren. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Dolberg! De bal is de spelbreker. Zo zeg, daarvoor komt het houtwerk een doelpunt. Ja, inderdaad, de keeper was al geklopt. Hij heeft het geluk dat hij de bal in de rebound kan pakken. Persie. Het aluminium voorkomt een grotere marge. En daardoor kan deze wedstrijd nog alle kanten op. Blijf spannend, Evert. Klaasie. Persie. Nicola Jurgensen. Daar zit de tegenstander tussen. Gevaar geweken, de bal is weg. Sint-Juste. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Die bal lijkt op maat. Dusan Tadic. Hij legt hem terug. Goed naar de zijkant getikt die bal. Hoekschop. Een mogelijkheid om de score te vergroten. De bal wordt in de 16 gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Gevaarlijk hoor, deze ingooi. Van der Beek. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Dat lijkt een prima steekpaas. Voorzet richting de eerste paal. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Ja, die speelt. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Feyenoord trapt af, de tweede helft is begonnen. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Dolberg. Nu moeten ze counteren. Hij is er door. Ziyech. De keeper redt op fenomenale wijze. Kan Ajax misschien profiteren van deze corner? De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Er zijn teamgenoten mee naar voren. Bal in het strafschopgebied. Doelpunt!
Ze vergroten de voorsprong. Dit is een treun van Jewelsen voor de tegenstander. Die zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Die bal is voor de tegenstander. Jens Toornstra. Ja, lekker zo'n tackle op de flank en dan weer balbezit. De Jong. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een drama. Wat een techniek. Nicolai, fijn paasje. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Wat een 100% kans was dat, zeg. Op dit niveau moet je de trekker dan gewoon overhalen. Tijd voor een voorzet. Van dichtbij de aansluitingstreffer. Doelpunt! Hij maakt die kans goed af, hoor. Zeker, maar er is nog geen reden om een feestje te vieren. Want ze kijken nog steeds tegen een achterstand aan. Ja, die is wel te overbruggen. Dolberg. David Neres. De Jong. Ziyech. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Toornstra. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Er liggen mogelijkheden, hoor, in de omschakeling. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is je kwijt. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Ze mogen een vrije trap nemen. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. De trainer is in zijn nopjes met het spel van deze speler. Maar haalt hem toch naar de kant. Want er staan nog meer belangrijke wedstrijden voor de deur. Ziyech. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Toeslaan in de omschakeling. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Het gevaar wordt afgeslagen. Ayoub. Bal midden voor het doel. Ja, die keeper spreekt echt niet, hoor, van zulke pogingen. Zeker niet van die afstand. Ja, dat is heel matig gedaan. Het is echt een bakkie voor de keeper. Nou, met dit soort balletjes speel je de keeper lekker in. Bal in de 16. Op dit niveau mag je toch verwachten dat... Komt dat schot? Die gaat richting de cornervlag. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Vrije trap toegekend. Hij krijgt toch nog geel, Jury. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Saint-Juste.
Verheijden. Ayoub. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Huntelaar. Die is er vandoor. Hakim Ziyech. Hij weet die paas te onderscheppen. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Deze uit, die wordt vrijgespeeld in de diepte. Oh, leuk! Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. We hebben nog 8 minuten. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd en het publiek voelt dat dit een heel belangrijk moment kan zijn. Ja, en dat zou wat zijn hè, als ze hieruit zouden scoren. De Jong. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of we dat op. De bal wordt teruggelegd. Nicola Jurgensen. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Hakim Ziyech. Met gevoel gegeven. Van dichtbij. Prima gestoken, zo lijkt het. En die zit. En weer scoren ze. Het wordt een hele duidelijke overwinning. Goal for the Holmes. Ayoub. David Neres. Hakim Ziyech. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. En nu scoren. Doelpunt. Ze bouwen de score nog even uit voor het sluiten van de markt. Daaraan zie je hoe graag het team wil. Ze blijven de toeschouwers vermaken. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Hij had de bal, maar kon hem niet. De scheidsrechter heeft vandaag voor het laatst op zijn fluit geblazen. En Ajax wint deze wedstrijd. Een overtuigende overwinning hoor. En verdiend als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Heeft het aardig gedaan vandaag. Wat vond jij ervan, Juri? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.